Welkom bij Leeuwarden Actueel van woensdag 13 oktober 2010. Zodra de Hanzelijn tussen Zwolle en Lelystad in 2013 gereed is, gaat er een extra trein tussen Zwolle en Leeuwarden rijden. Elk uur komt er een trein heen en weer bij. Het is nog onduidelijk of het een intercity of een stoptrein wordt. Ook moet nog worden onderzocht of de brug over het Van Hariksmakanaal meer treinen aan kan. De brug moet dan namelijk sneller kunnen openen en sluiten in verband met de passerende schepen. Op de trajecten Leeuwarden-Groningen en Zwolle-Groningen rijden al 4 treinen per uur en het is belangrijk dat tussen Zwolle en Leeuwarden ook 4 treinen per uur gaan rijden. In de wijk Bilgaat hebben verontruste Marokkaanse ouders het plan opgevat om samen met de wijkvereniging een huiswerkbegeleidingsproject op te zetten. Op alle doordeweekse middagen zullen van 4 tot 6 begeleiders in het wijkcentrum aanwezig zijn om alle kinderen met huiswerkproblemen te ondersteunen. Er hebben zich al ouders, maar ook oudere broers aangemeld als vrijwilliger. Nadat al eerder besloten was dat er in december toch weer een ijsbaan op het Oldehoofse Kerkhof komt, is de kans groot dat er op Oudejaarsavond ook weer een aftelfeest komt. Aanvankelijk was er geen geld voor. Maar er is in de gemeentelijke begroting nog 30.000 euro gevonden voor het feest. Dit is echter maar de helft van het bedrag dat nodig is. Dus moet het aanvullende bedrag nog ergens anders gevonden worden. Dit jaar, op 10, 11 en 12 september, hebben 20 restaurants deelgenomen aan het evenement Leeuwarden Culinair. Tijdens dit evenement krijgen restaurants de kans om aan het Leeuwarden publiek te tonen wat zij op het gebied van culinaire lekkernijen in huis hebben. Maar het evenement dient ook een breder doel, zowel in Leeuwarden als internationaal. De opbrengst van dit jaar gaat naar Dierenasiel De Wissel uit Leeuwarden en Stichting Cat uit Tanzania. Het evenement heeft 20.000 euro opgeleverd en deze opbrengst wordt verdeeld onder Dierenasiel De Wissel dat 8.000 euro krijgt en de Stichting Cat die 12.000 euro krijgt. De Lions Club Leeuwarden is zeer tevreden over dit bedrag dat het hoogste is tot nu toe. Inwoners van de Leeuwardenwijk Kammingaburen kunnen deze week van 11 tot en met 15 oktober deelnemen aan diverse kunst- en muziekworkshops bij de Kunstkeet. De kleurrijke Kunstkeet staat in die periode in het winkelcentrum in de wijk. Initiatiefnemers Hilda Klaassen, Marian Beuker en Dingo Dione en Gerdy de Jong ontvingen van de gemeente Leeuwarden een wijkwaardebon voor hun idee om een kunstproject te starten in de Leeuwardenwijken. De kunstenaars nodigen mensen uit om kennis te maken met kunst en met elkaar. Samen met de schoolkinderen van de Professor Grevelschool in Leeuwarden maakten de kunstenaars van een oude keet een kleurrijke ontmoetingsplek. In de keet kunnen bewoners tussen 2 uur en 8 uur meedoen aan diverse kunstworkshops. Daarnaast is er een film, Cake op de Keet. En zijn er wereldse hapjes gemaakt door vrouwen uit de wijk. Met het project Wijkidee stimuleert de gemeente Leeuwarden de leefbaarheid in de wijken. Bewoners van de wijken kunnen ideeën indienen die het wonen en leven in de wijk prettiger maken. Belangrijke voorwaarde is dat er draagvlak is in de wijk en dat bewoners zelf betrokken zijn bij de uitvoering. Op dit moment werken bewoners van de wijken Kammingaburen, Huizen West, Bloemenbuurt Olde Galileën, Oortloon Oost, Nijlon, Bilgaat en het Valerisch Kwartier aan de uitvoering van zo'n 70 wijkideeën.
Dit was Leeuwarden Actueel van woensdag 13 oktober 2010. Tot ziens!